We zijn hier bij Security Amsterdam en bij deze beurs vind je werkelijk de leukste, nieuwste trends, vooral over cloud en video. Peter, je bent van PG Security. Van wat is het nieuws eigenlijk op het gebied van video? Wat zijn de trends daar? Ja, het is echt ongelooflijk. We hebben deep learning camera's. Dat zijn zelflerende camera's die je wel moet voeden met een stukje firmware. Maar die ontzettend veel dingen kunnen herkennen. Mensen... Als ik mijn kind kwijtraak in Schiphol, hebben ze het zo binnenkort weer gevonden? Binnen 2 minuten. Ja, binnen 2 minuten. Dat is heel erg aardig. En ook op de drukste dag ook. En op de drukste dag. Je hebt hier ook nog gewoon een beest van een camera staan. Van, wat heeft die voor een kenmerking? Ja, die kijkt 82 kilometer ver. Dus als Mexico nog een beetje de grensbewaking wil hebben, laat ze dan maar naar PG komen. Oké. Hey, vroeger was alles met video was altijd on-premises. Moest alles gewoon bewaard worden. Ja. De cloud die was altijd ver weg. Daar wilden ze niks mee te maken hebben. Wat is daar de trend in? Ja, die cloud die neemt natuurlijk wel een toevlucht. Want cybersecurity, ja, dat ligt om de hoek. Het is tegenwoordig niet meer van, joh, zou ik gehackt kunnen worden? Mm-hmm. Nee, nu is de vraag, wanneer word ik gehackt? En daar hebben we een oplossing voor. Oké, nou, ze hebben een oplossing voor gehacktheid. En dat is heel moeilijk, want het meest gehackte device in de hele wereld is de security camera. Rishi, je bent van Eagle Eye Network. Hoe hebben jullie die systeemoplossing gemaakt? Hoe kun je in de cloud nou eigenlijk op een veilige manier met camera's omgaan? Nou, we hebben een technische oplossing bedacht dat de klanten eigenlijk veilig hun camera's op locatie kunnen plaatsen. We hebben de camera's afgescheiden van het klantnetwerk. En we hebben inmiddels onze bridges gedaan, dat is een soort firewall voor camerabewaking. En we zorgen dat het cybersecure is daarmee. Daar zijn we een hele dag mee bezig. We hebben een hele hoop slimme jongens die met de beveiliging van die camera's bezig zijn. Ja, je hebt 100.000 camera's in de cloud. Ja. En iedere camera heeft een VPN, zeg maar, naar de cloud. En tot nu toe nog geen hack situaties. Nee, ja, nu nog niet. Ik daag de mensen uit natuurlijk. Maar, Je hebt een prijs beschikbaar voor degene die jullie camera's hackt. Hoeveel bied je daarvoor? Al genoeg. Ja? 10.000 euro? Ja, à la Elon Musk inderdaad. Ja, dat lijkt me een hele goede oplossing. Peter, jij gaat samenwerken zeg maar, met Eagle Eye. Waarom? Je hebt al een heleboel camerasystemen. Je bent al 20 jaar in deze business bezig. Ja. Waarom ga jij samenwerken met Eagle Eye? Nou, omdat de installateur is toch wel iemand die zijn vakkennis op peil moet houden. Mm-hmm. Wil de installateur wat makkelijker maken. De vraag is enorm. Dus de installateur moet ook snel kunnen handelen en eenvoudig kunnen handelen. Eigenlijk met één klik op de knop, met een beetje technische kennis, de hele meute aansluiten op een veilige manier via een goede VPN naar de cloud met een militaire beveiligingsgraad en nooit meer gehackt kunnen worden. Dus gevrijwaard van alle ellende die om de hoek ligt. Dus waar je heel veel kennis moet hebben om de vorige generatie systemen te hebben met Eagle Eye zit dat allemaal built in. Ja, dat is dan een heel stuk eenvoudiger. Oké. Waarom werken jullie met PG Security, Michi? Nou, voor ons is het belangrijk in de markt dat de installateurs gaan begrijpen dat er een veiligheidsprobleem is. En we zoeken graag partners die kennis hebben van zaken, maar ook de klanten extreem goed kunnen supporten. En met PG in Nederland en België zorgen we dat allemaal opgelost is. Wij zijn manisch op support. En dat is Peter ook. Manisch voor support. Nou, dan gaan we daar eens even naar kijken. Wat is dat product nou eigenlijk van Eagle Eye? Hoe ziet dat eruit en waarom is dat zo bijzonder? Oké, nou, altijd leuk om even die producten zelf te zien. Hier zit een Eagle Eye. Wat is dit nou voor een doosje? Dit is onze bridge, dus daar connecteer je de camera's aan. We zorgen dat daarmee eigenlijk camera's afgescheiden zijn van het cameranetwerk. En dat vervolgens vanaf deze bridge weer veilig naar onze cloud gaan. Oké, dus onveilige camera's kunnen hier gewoon op aangesloten worden zonder enige security? Juist, dat kan zelfs ook. En wij zorgen ervoor dat er steeds constante updates op onze bridges. Oké, en hier hebben we dus, dan komt alles in de cloud, alles wordt in de cloud gestroomd. Wat zie ik hier? Je ziet hier een van onze deumelocaties in Amerika. Je ziet meteen vanaf afstand eigenlijk je beelden live. Maar je kunt ook de opgenomen beelden bekijken. Je kunt hiermee meldingen krijgen van hey, er is op een bepaalde moment iemand binnengekomen. We hebben videoanalyse toepassingen hierbij. Dus op een hele slimme, snelle manier met onze webinterface of onze apps kunnen we eigenlijk zorgen dat klanten ontzorgd worden. Mobiel kan ik, mobiele telefoon. Mobiele telefoon ook, zelfs naar meldkamers toe of naar andere derde party systemen. Het is allemaal veilig ontsloten. Hier hebben we allemaal een vrij simpel businessmodel, hè? Van per camera per maand, daar moet ik aan denken. Ja, dat is ongeveer vanaf een tientje per camera per maand. Heb je gewoon een secure camera met al die diensten, die dienstverlening erbij. Juist. Peter, dat soort businessmodellen, om het op een simpele manier te doen, is dat competitief zeg maar, in deze markt? Willen klanten betalen voor spul in de cloud? Begrijpen ze dat dat model iets anders is dan alleen maar een doosje neerzetten en daarna nooit meer over nadenken? Kijk, wij begrijpen wat de klant niet wil. Ja? En wat de klant niet wil, is dat er vreemden van buitenaf in hun privé zitten.
En dat is wat waard. En dat is dat stukje wat erop is gebouwd en wat we ze bieden. Dus wij geven antwoord op de vraag vanuit de markt. Dus natuurlijk willen ze daar graag voor betalen. Een stuk veiligheid is voor iedereen belangrijk, maar dan ook wel in een private. Je bent een overtuigde salesman. Nou, een jaar van nu, waar staan we dan? Ja, dan denk ik dat we met Eagle Eye een hype in de markt hebben gemaakt. En dat het gewoon uit onze handen gerukt wordt. Het is nog maar net of dat de producenten het voor elkaar krijgen om al die kastjes zo snel de markt. Kun je die uitdaging aan om dat snel genoeg te produceren als Nederland een beetje gaat vlammen? Nou ja, we moeten de productie opvoeren, dus ik zie het al. Oké, Amsterdam Security, Eagle Eye, we gaan eens kijken hoe ze er volgend jaar bij staan. Maar de cloud is hier duidelijk aanwezig.